Maar dus de premie van 10 euro geschonken door de Tribunebolero. Die ging naar Jesse van den Dulke met nummer 28 van het programma. Goed, daarmee hebben we dus de kopgroep al gehad, sportvrienden. Dat betekent alle meisjes die gewonnen door de meisjes die met de premie. En daar gaan we inderdaad de sport krijgen. Met van den Dulke daar inderdaad de gele shirt. Ik ga het halen. Inderdaad, met onverwachte, ik weet niet hoe het overwinning, maar het is elke keer. Bloemen dus overhandigd door de zaakvoerder van de firma Danica, het dienstencheckbedrijf hier aan het Wijnveld. Kussen horen erbij. De supporters volgen uiteraard ook mee op de foto. Poseren ook de mensen van Danica, uiteraard, moeten erbij staan. En ook de mensen van de organisatie zijn. Er is vroeger twee stukken gebroken. We zagen hier meestukken voor de premies. Die was goed vandaag. Ja, dat was heel goed gemaakt. En dan in de laatste ronde kreeg ik het bericht dat het tempo in het peloton toch heel wat lager was dan het gezakt was. Weinig aanvalspogingen leren die laatste kilometers. Ja, dat was ik niet meer wat ik zou doen. Dus heb ik weer een bok gezet en tempo gedrukt, zodat het sprint zou worden. Omdat ik weet dat ik daar meestal goed kan aanwerken. Ja, dat gaat dus inderdaad heel goed. Wat zijn nu de volgende objectieven? Ik neem aan kampioenschappen, dat voor jou het belangrijkste moet worden dit jaar. Ja, de kampioenschappen zijn belangrijk. Goed, we gaan ze laten, dames en heren. Een applaus nog voor de winnares.